De registratie voor de student housing op de campus village van de Anton de Kom Universiteit is reeds opengesteld. De eerste fase van de flat is afgelopen maand opgeleverd aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er kunnen in totaal 326 studenten gehuisvest worden in beide gebouwen. Volgens Ingrid Nortan-Uden, commissievoorzitter Campus Village, heeft een aantal studenten zich reeds online geregistreerd. Deze registratie is nodig om te weten waarom de studenten willen wonen op de campus en hoe ze dat willen doen, zegt Nortan. Inderdaad, er is aangegeven dat er een voorkeur is. Waarom? Omdat we weten dat heel wat mensen niet verder studeren omdat ze problemen hebben met huisvesting. Of ze beginnen en ze breken af vanwege problemen met huisvesting. Dus vandaar dat de voorkeur naar hen uitgaat, omdat dat moeilijker is voor hun. Maar de flats zijn voor studenten die volledig hoger onderwijs volgen. Dat betekent, als ze maar op een opleiding zitten voor hoger onderwijs en ze ook problemen hebben met huisvesting, dat ook zij in aanmerking komen. Maar net wat je zei, de anderen hebben voorkeur. Maar waar er nog ruimte is, natuurlijk, dan kunnen zij ook daar terecht om daar huisvesting te vinden. En ik weet dat het moeilijk is, want we hebben al wat een aantal. En ik weet dat het nodig is. We hebben namelijk ook al een aantal formulieren ingekeken. En sommigen hebben problemen. Hun huisvesting is van dien dat ze niet kunnen studeren. Of de afstand is groot, want Paramaribo is ook groot geworden. Waardoor ze problemen hebben wanneer ze vooral 's avonds colleges moeten volgen. Dus het is ook nodig en dat weten we. Dus het is in ieder geval voor studenten die voltijds een hogere opleiding volgen. Nortan zegt verder dat er inderdaad kosten aan verbonden zijn voor het verblijven in een van de studentenflats. Voor studenten die zich dat niet kunnen permitteren, is er een optie om een studiefinanciering te krijgen van de Nationale Ontwikkelingsbank. De kosten van 2 personen per flat is 750 SRD en voor 4 personen per flat 400 SRD, zegt Nortan. We hebben voldoende ruimte voor de 4-persoonskamers en voor de 2-persoonskamers. Het verschil tussen die twee is, op de één heb je 4 personen. Het zijn allemaal volledig ingerichte kamers. En ik zeg erg luxe, met wifi, met airconditioning, koud en warm. Dus het is luxe. Eigenlijk moeten ze komen met hun boeken, met hun kleren, met hun beddengoed. En verder is er alles in. Dat verschil zit hem in de inrichting. De 2-persoonskamers zijn ook met meer kasten en dingen ingericht, want ze hebben meer ruimte. Is 1. Een grotere vloeroppervlakte, meer privacy, hun eigen douchedingen enzovoorts enzovoorts. Dus er zijn bepaalde zaken die gemaakt hebben dat in de berekening je hoger uitkomt met die kamers. Ik moet erbij vertellen, want waar het om gaat, de huur is bedoeld ook om ervoor te zorgen dat over een aantal jaren wij de zaak kunnen vernieuwen. 1 ding hebben we voor ogen. Het moet een hoge standaard blijven houden. Het mag niet achteruit gaan dat als je over x aantal jaren komt dat het een brok op een nasi wordt. Dat mag het absoluut niet zijn. Dus alles is in de prijs berekend. Tot zover Ingrid Nortan-Uden, commissievoorzitter van de Campus Village van de Anton de Kom Universiteit. We spraken haar vanmorgen in het kader van de registraties voor de studentenflats die onlangs is aangevangen.